Het veiligheidsbeleid in Suriname baart de VHP-fractie zorgen. Dit liet VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin vandaag tijdens de algemene politieke beschouwingen weten in de Nationale Assemblée. Hij vindt het belangrijk om aan het veiligheidsgevoel in het land te werken. Gayadin merkte op dat burgers die over straat lopen zich niet veilig voelen en zelfs in hun eigen huis ontbreekt het veiligheidsgevoel. Ook ondernemers zouden vrezen voor hun veiligheid. Er is door de president in de jaarreden aangegeven dat investeringen in mankracht en materieel voor onze veiligheidsdiensten zullen plaatsvinden. Daartegenover is het wel zo dat het product dat tot stand komt, zoals ik al eerder zei, ons enorm veel zorgen baart. President, we weten niet of het ligt aan het wervingsbeleid of aan de motivatie van ons politiekorps, maar we kunnen niet zollen met het integriteitsbeleid en de kwalitatieve dienstverlening binnen de korps. Het is publiek geheim dat onze korps langzamerhand corrupt wordt. Gayadin zegt dat de regels binnen het korps verder aangescherpt moeten worden. Hij vindt dat er 100% vertrouwen moet zijn in het politieapparaat. Volgens hem zou zelfs een leek van buiten zien dat het politieapparaat verziekt is. Ook merkte hij op dat de verstoringen in de gezagsverhoudingen duidelijk waarneembaar zijn. Ik denk dat wij als land een uitzondering zijn in de wereld wanneer we zien dat officieren of onderofficieren een bondsbestuur daarin plaatsnemen en de wijze van interactie naar die samenleving toe, dat het ongekend is. En ik heb dit reeds bij de vorige APB aangegeven, president. Als er regelgeving daartoe, de regelgeving is er wel, de wettelijke regelingen zijn daar. Als we daarin tekort komen om dat toe te passen, dan moeten we dat aanpassen. Gayadin benadrukt dat binnen de veiligheidsdiensten de integriteitsregels hoog in het vaandel gehouden moeten worden. Hij meent dat elke vergrijp onmiddellijk aangepakt moet worden en dat ook afgestapt moet worden van de Chipoti-mentaliteit. Hij staat erop dat er sprake moet zijn van law and order.